Ik denk dat heel veel senioren wel willen bewegen, maar dat ze nog niet weten waar ze dat kunnen doen of hoe ze dat moeten doen, waar ze zich aan moeten melden. Ja, dit is een hele laagdrempelige manier om het bewegen weer op te pakken of om juist nog te beginnen met bewegen. Ja. Ik vind sport heel erg fijn. Ik doe het heel graag. Ik maak er ook tijd voor vrij. Omdat ik het belangrijk vind dat ouderen blijven bewegen, ook voor de gezondheid en dat je niet zo snel in de kreukels komt. Daarvoor ga ik sporten en bewegen. Maakt niet uit waar je het doet. Het gaat er gewoon om van, je doet het zelf en je doet het met meerderen en dat is wel belangrijk. We geven hier iedere dinsdagmiddag van 3 tot 4 wandelsport in Albergen voor een groepje senioren. En we zijn op dit moment met 7, soms met 8. En ik denk ook echt dat er wel meer mensen zijn die mee willen doen. En het is echt wandelsport. Dus het zijn geen fitnessoefeningen, het is echt wandelsport. Bijvoorbeeld voetbal, basketbal, hockey. Soms gooien we ook met pittenzakken of zijn we aan het frisbee. En we doen eigenlijk een beetje van alles. Je ziet eigenlijk heel erg vaak dat senioren thuis blijven of denken van, nou, die gym dat is niet wat voor mij, want dat is veel te uitbundig en daar gaan we onszelf echt in het zweet werken. Dat mag natuurlijk ook wel een klein beetje, je mag wel een klein beetje moe worden, maar het gaat er vooral ook om dat bewegen leuk blijft. Nou, je moet gewoon in beweging blijven, hè? Is dat ook de reden dat u zich aangemeld heeft, dat u weer wat meer wilde bewegen? Ja, zeker. En welk van de spellen die u net gedaan heeft, vindt u dan het leukst om te doen? Nou, eigenlijk alles wel. Ja. Afwisseling, hè? Ja, veel afwisseling. Het is uiteindelijk de bedoeling dat sportverenigingen dit over gaan nemen. Dus wij helpen het op te starten. Wij bouwen de lessen uit en wij willen het uiteindelijk weer overdragen aan sportverenigingen. Uiteindelijk is het dus de bedoeling dat we wel een bepaalde richting opgaan. Dat we bijvoorbeeld 1 of 2 sporten kiezen en dat we die ook verder gaan uitbouwen. Niet dat we elke les maar van alles blijven doen. Okay, ja.